Zo jongen, hoe is het? Yes. Rustig met jou? Lekker. Gaat het goed? Ja, goed man, goed man. Top, ja toch, goed. Jensen! Ja. We zijn er man, ja toch, ja toch. Ga gewoon een rondje rijden, Ja toch, kijk een beetje of... Hier, dit is mijn tweede keer pas in Rotterdam. De tweede keer, ja, ik hoorde het vorige keer. Maar voetballen goed? Ja man, het seizoen is nu klaar, dus... Je ging wel lekker weer, hè? Ja, gelukkig wel man. Dat was ook even nodig, joh. Heb jij één wedstrijd in tweede gespeeld? Ja, dat zijn niet de wedstrijden. Hier, gelijk controle. Ja, kan niet zomaar weg. Nee, maar dat zijn niet echt de wedstrijden die waar je maar voor je doet. En dat zijn ook niet de moeilijkste wedstrijden. Dat zijn de moeilijkste wedstrijden. Ja, man. Je kan het nooit goed doen in principe. Kijk, want als je drie keer scoort, zeggen ze ja. Dat is vrij normaal. Als je dat niet doet en doe je dat niet of speel je slecht, dan zeggen ze kijk, dat is de reden dat je niet speelt. Daarom speel je niet. Dus er is... Ik zie het zo, als een trainer je niet laat spelen, dan kan hij altijd wel een excuus, om het maar even zo te zeggen, verzinnen om jou niet te laten spelen. Doe je het goed, dan moet je gewoon zo door blijven gaan en wachten totdat je kans komt. Doe je het niet goed, dan is dat een reden waarom je bijvoorbeeld niet speelt. Ja. Dus daarom moet je gewoon ervoor zorgen dat je speelt, man. Maar die periode moet wel moeilijk voor je geweest zijn, man. Ik ga je eerlijk zeggen, heel lastig, man. Ja, hè? Heel lastig, ja. Echt. Want je kwam van Feyenoord, gehaald naar Twente. En dan... Ja. Kijk, dan speel je bij Feyenoord, speel je goed en dan kom je daar en dan moet je gewoon naar tweede. Kijk, weet je, wat ik zo veel over gezegd heb, ik zelf ook veel vragen over gehad en heb ik genoeg antwoorden ook opgegeven. Ja, maar wat ik zeg, weet je, Feyenoord, grote club, hele grote club en als jeugdspeler breek je dan door en ik heb veel gespeeld en vooral onder Koeman. Top, hè? Ja, dat is echt, ik zeg je eerlijk, weet je, veel mensen denken dat ik ruzie met hem of iets in die richting, maar dat is absoluut niet zo, man. Okay. Weet je toch, van alle trainers die ik tot nu toe heb gehad, is dat gewoon, met alle respect voor mijn andere trainers, is dat veruit de beste, man. Ja, maar dat is dat echt een ook... absolute baas, man. Echt. Zeker, maar hij is toch voetballer geweest, hij weet zelf precies wat we leuk vinden en niet, jongen. En weet je wat met hem is, ik kan me nog heel goed herinneren dat hij... Dat hij voor het eerst, dat we te horen kregen dat hij die trainer werd. Dus ik hoorde dat, maar niemand, we mochten het nog niet zeg maar naar buiten brengen. Maar ik ben altijd met mijn tweelingbroer en ik kwam thuis. Ik zei tegen hem, hey, weet je wie onze trainer wordt? Ja. Hij zegt tegen mij, nee wie dan? Ik zeg tegen hem, Ronald Koeman. Hij zegt tegen mij, serieus? Ik zeg, ja man. En ik kon niet wachten tot de volgende dag die man gewoon te zien. Ja, ja. En hoe hij ook binnenkwam, dat straalde gewoon wat uit. Man. Maar ook relaxed, hè? Ja, maar goede gast. Rustig, zo, en hij is gewoon, hij wil gewoon resultaat. Je moet gewoon doen wat hij gevraagd wordt. Ja, daar hou ik wel van, weet je. En tuurlijk, soms kan hij ook wel, zeg maar, zit hij dusdanig zo kort op de huid dat je soms denkt van, oké, trainer, rustig aan, man. Maar dat heb je dan soms wel nodig, voor mij persoonlijk dan. En dat was niet altijd even leuk, maar ik had er wel wat aan, dus man. Ja, maar een beetje geluk hebben met de trainers die je ziet zitten, weet je. Zeker, dat heb ik ook echt ondervonden hoor, de laatste jaren. Ja. Weet je, er is veel over me gezegd, veel over me geschreven dat ik een lastige jongen ben, dat ik dit ben, dat ik dat ben. En allemaal door mensen die mij nog nooit hebben gesproken of iets in die richting, die mij gewoon niet kennen. Ja, ja. En iedereen neemt dat gewoon zo hup, klakloos nemen ze dat over, weet je. En dan is het ook lastig om daar vanaf te komen, weet je. Ja, en dat is heel vervelend. Als je een stempel krijgt, is echt lastig om daar vanaf te komen, weet je. Ja, man. Maar goed. Kijk, sommige dingen, men wil altijd wel wat zeggen, maar toch. Jij moet gewoon voor jezelf bepalen wat je tot je neemt en wat je gewoon denkt van, weet je, als jij dat wil zeggen, prima. Ja. Kijk maar wat je ermee doet. Ja. En als jij denkt van, daar heb ik wat aan, dan kan je er wat mee doen, weet je. En zo, en in het begin was het altijd van, als iemand wat zei, dan ging ik gelijk erover nadenken en bezig zijn. Terwijl dat gewoon onnodige energie wat je eigenlijk aan het verspelen bent. Ja. Maar goed, maar dan ben je jong nog en dan denk je toch. En nu heb je ervaring, precies, je weet hoe het gaat en zo. Dus dat ken het wereldje wel een beetje. Nu ken je het wereldje. Ja, niet alles, maar groeit. En je broertje, speelt hij ook nog? Nee man, ik heb wel met hem vanaf de F tot de D'tjes hebben we samen bij Feyenoord gespeeld. Ja, maar hij was keeper toch? Hij was keeper man, Dus hij ging gewoon een keer doen en hij keepte best wel goed, weet je. Ja. En op een gegeven moment deed hij dusdanig goed. Dan dacht hij gelijk, weet je wat, ik blijf keeper. Hè? Zo zijn we gescout door Feyenoord. Ja. Maar,
werkt hij gewoon zeg maar, met mijn zaakwaarnemer, zit hij gewoon ook daar in het bedrijf. En ik heb echt, okay. ik heb echt veel aan die man, weet je toch? Dus je broertje is, is mijn tweeling. Ja, tuurlijk, ja, die kan je vertrouwen. Weet ja, je. Toch, dat is iemand, weet je? Ja, hetzelfde als jij bent. Dus, ja, precies, we zijn gewoon... Heb je al eens misbruik gemaakt van tweelingpositie? Nee, we lijken niet op elkaar. Oh, oké. Okay. Dat is jammer, man. Jammer, dus, ja. weet je hoe vaak we het erover hebben gehad? Als wij op elkaar zouden lijken... Ja man, dus we zijn twee eieren man. Oké. Okay. Dus we lijken niet echt op elkaar, man. Dat is wel jammer, joh. Dat kan je echt wel doen met die chickies ook, ja, die meisjes, met die mokkel. Oh, jij hebt vrouw, hè? Rustig. Nee, joh. Maar ja, wat je zegt, weet je. Tweede jaar, dat is gewoon, ja. Ja, dat is gewoon jouw vader of zo, die woont in Kaapverdië? Nee, nu niet meer. Oké. Okay. Maar die heeft er wel een hele lange tijd, heeft hij daar gezeten. Ja. En weet je, hij en mijn moeder zijn toch toen wij nog 9 of 10 jaar waren, zijn ze uit elkaar gegaan. Nee, voor mij ook. Dus hij was gewoon veel in het buitenland en weet je. Ja. En nu is hij wel weer terug in Nederland? Nu is hij wel gewoon in Nederland. En jij hebt wel contact? Ik heb wel gewoon contact met hem, weet je. In het begin was dat wel een beetje... Weinig. Had ik er niet echt behoefte aan. Nee. Van, weet je. In mijn ogen is mijn moeder is gewoon alles voor mij. Ze doet wat ik bedoel. En, ze heeft alles voor je overgehad. Ze heeft alles voor mij overgehad. Voor mij en mijn broer. Dus alles wat ze deed, deed ze twee keer. Snap je wat ik bedoel? Maar goed, dat was allemaal toen. En we zijn er gelukkig gewoon goed vanaf gekomen. Mijn moeder verdient wat dat betreft alle respect en alle credits. Ja, mooi man. En die krijgt ze ook, man. Dus, maar wat is je toekomst? Wat zijn je toekomstplannen? Toekomstplannen, ja. Wil je in Nederland blijven? Of? Nee, kijk. Kijk, ik ben nu 25, ik ben niet oud, weet je, maar ik ben ook niet meer jong. Nee. Dus ik zit al nu 7, 8 seizoenen ben ik nu al hier. Dus ik denk dat ik op een punt ben beland om misschien gewoon een keer buitenland te kijken. Buitenland, als er een goede mogelijkheid, een goede optie. En die zijn er gelukkig wel. Ja, ik heb, ik heb wel een. Uiteindelijk een goed seizoen gedraaid, veel goals, toch wel redelijk wat assists geven. Dus dat maakt het wel wat makkelijker. Ja. Ja, heb je en, zelf wel weer kijkers gespeeld? Ja, eigenlijk wel. Zo, tuurlijk. Ik wil niet te lang wachten, maar ik wil ook niet overhaastige beslissingen gaan maken. Nee, snap je? Nee, dat moet je ook niet doen. Maar wat heb je voorkeur? Italië of Engeland wat of Spanje? Ik heb mijn voorkeur, kijk, weet je. Ik wil gewoon een sportieve stap vooruit maken. Kijk, Twente is natuurlijk gewoon... Is een mooie club, weet je. En ook best wel een grote club in Nederland. Ja, zeker. Maar ja, iedereen kent de situatie en dat is gewoon zonde. Klopt, hè? En, weet je? Ja, dat is allemaal klote, jongen. Maar dus, ik wil in eerste instantie gewoon sportief wil ik gewoon een stap vooruit maken. En wat voor club dat dan is, ja, natuurlijk. Ja, landen zoals Engeland, Spanje. Dat ligt mij wel. Ik denk ook wel Spanje voor jou. Technisch voetbal, toch? Precies. Lekker aanvallend voetbal spelen. Engeland is ook wel meer big. Ja, klopt. Verdedigen. Klop. Dat lijkt me wel echt. Kijk, weet je wat? Veel mensen zeggen dat ook. En het is ook gewoon zo. Het is ook gewoon echt bikkelen. Maar als je dan kijkt naar spelers zoals Mahrez. Ja. Dat is ook niet. Die weegt ook niet meer dan 70 kilo bij wijze van spreken. Maar ik moet eerlijk zeggen, onder deze trainer René Haken. Ja. Weet je, ook gewoon echt voor mij gewoon een prima trainer. Hij liet mij gewoon lekker mijn ding doen, weet je. Tuurlijk, hij gaf me wel aanval. Hij gaf wel aanval. Kijk, je moet verdedigen. Want tegenwoordig, of je het nou wilt of niet. Ja. Je moet als aanvaller moet je mee verdedigen. Ja. Ja. En dat is iets, dat is gewoon zo. En tuurlijk, sommige momenten gaat het wel wat makkelijker. Of heb je dan andere wedstrijden. Ja. Maar goed, het moet wel gebeuren. En hij zei ook tegen mij, hij liet mij daar gewoon vrij. En Hakim, ik en had je ook Chinedu Ede en Ella Susie dan. Ja. We waren gewoon vrij, weet je. Hij gaf ons ook gewoon die ruimte. Alleen hij wou wel dat de posities bezet waren. En hij liet mij ook gewoon vrij. Hij haalde me dezelfde uit. Ja. Omdat hij weet, ik heb één moment nodig. Ja. Één of twee momenten om een wedstrijd te beslissen. En dat gebeurde dan ook altijd, weet je. Ja. En wat dat betreft, weet je, hij heeft dwars door alle dingen heen gekeken. Ja. En heeft mij gewoon opgesteld. Want het was heel makkelijk voor hem om te zeggen van ja, nee, die Cabral, veel problemen, bla bla bla. Dit moeilijke jongen zoals die mensen dat beweren. En hij kon mij gewoon heel makkelijk gewoon niet laten. Ja, toch al aan snap je? Hij had gewoon gezegd, ja. En heeft hij mij toch die kans gegeven, weet je. En wat dat betreft,
hij is een persoonlijk. Dat is voor mij. Dat toont wel gewoon mannelijkheid en persoonlijkheid. Snap je wat ik bedoel? Vertrouwen krijg je daarvan, jongen. Dan wil je meer doen voor zo'n trainer. Precies. Dan ga je. Dat is echt zo. Ja, snap je? En het is sowieso best moeilijk op die positie links buiten of rechts buiten. Weet je? Afhankelijk. Ja, afhankelijk van je rechtshalf, rechtsback. Maar ook, kijk, je hebt ook maar weinig ruimte. Weet je? Je hebt de lijn. Het is elk moment. Het lijn, dit verdedigen in je rug. Precies. Je moet scoren, je moet assist geven, je moet ook nog een beetje verdedigen. Dus het is best wel moeilijk allemaal. Ja, ik zeg je eerlijk, vroeger. Ik ben heel toch Feyenoord opgegroeid sinds de F's. En weet je, vroeger, als Feyenoord tegen Ajax speelde, ik maakte me nooit zorgen. Maar ik maakte me altijd zorgen om jou. Ja, man. Toevallig had ik gisteren met mijn broer over. Zei ik van ja, ga ik morgen met Andy zeg maar, daar in de auto. En dan zei hij gelijk, wist je nog die tijd? Ik wist gelijk waaruit. Wij waren zo ontzettend bang voor jou. Ja, als jij aan die bal kwam. Oh, tering. Ja, moest je ook, was moet echt ook. Verschrikkelijk, man. Je was echt goed, man. Ja, ging bij Ajax ging wel heel goed. Maar dat zeg ik, dat komt door het vertrouwen dat je krijgt van de trainer. Nog wel, hè? Weet je, bij Ajax, Champions League, tegen Ajax Roma. Oh, ja, man. Maar ook gewoon ook tegen Milan en zo. We speelden echt goed. Maar we hadden ook goed elftal. Oh, moet je kijken. Trabelsi achter. Oh, Trabelsi, die kan lopen. Wat een trein was dat, zeg. Oh, de stoomboot, niet Trabelsi, normaal. Trabelsi, jongen. Ja, man, dat was niet normaal. Ja, maar nu Kaapverdië. Ja, man. En eerste Interland gaan? Nee, man. Mijn papieren waren niet in orde, man. Ach, meen je niet? Ja, dus... Dat is gewoon voor vakantie. Een kleine vakantie was het inderdaad. Lekker. Ja, we zouden spelen tegen Marokko. Ja, is wel echt een aparte ervaring in de zin van hoe mensen daar, hoe je wordt gewaardeerd, hoe mensen dingen daar beleven. Je bent gewoon echt voor die mensen. Ben je zo hun, ja, hun zien ons gewoon echt als, wij zijn hun trots. Ja. Snap je? Ja, ja. Wij zijn hun trots en dat laten ze ook echt merken, weet je. Bijvoorbeeld, ik zat met een neef van mij, waar we zaten we in het vliegtuig. En we zaten in het vliegtuig, maar we zaten gewoon normaal, je toch? Moest drinken? Tussen iedereen, nee, dankjewel, man. We zaten gewoon tussen iedereen en op een gegeven moment herkende zeg maar een stewardess, herkende ons. Mm. Die vroeg ons van, jullie gaan zeker naar het nationale elftal. Ik zei, ja, dit klopt. En hoe die mensen zeg maar veranderden en hoe trots ze waren. Die vrouw keek ons echt aan alsof we één. En ik keek mijn neef aan en hij zegt van ja, zo gaat het altijd door. En we mochten opeens business gaan zitten, oh, weet je. Ja, snap je? Ja. We mochten met zeg maar voorin in cockpit en ja, dat is echt hoe die mensen je daar waarderen, dat is echt mooi, man. Jongen, dat is echt andere mentaliteit. Als je hier kijkt, dan word je verrot gescholden. Ja, weet je? Dat is in Italië ook zo, daar ben je god. Als je voetballer niet bent. Normaal, hè? Ja, het is ongelooflijk, jongen. Echt, als ze je zien. Ja. Ik heb als mensen gehad, die gingen gewoon huilen. Dan stond ik zo, want ik denk, wat is dit dan? Wat de fuck? Wat je dan doet? Ja. Ja, precies. Ja, man. Ja, man. En hobby's? Heb je hobby's? Als je thuis bent, wat doe je? Hobby's, ik zeg je eerlijk. Gewoon rustig. Ik ben wel een jongen, uitslapen is voor mij. Maar dat, ook dat is nu anders geworden. Toen ik zo'n jaartje of 2021, sliep ik echt makkelijk tot 3 uur als ik vrij was. Oh ja? Nu ben ik gewoon echt 10 uur, ben ik gewoon klaar wakker gewoon. Dan denk ik van ja, maar godverdomme, wat moet ik nu gaan doen dan, weet je? En ik ga dan vaak, bijvoorbeeld langs bij mijn ma gewoon. Maar even nog over die Nederlands elftal. Ja. Je hebt gekozen voor Kaapverdi, maar waarom eigenlijk? Dat je geen kans kreeg of zo op het Nederlands elftal, denk je dan? Hierom. Rechts? Ja, rechts. Niet zozeer omdat ik geen kans kreeg, maar ik bedoel van, kijk, weet je. Het duurt te lang. Ik stond bestempeld als een groot talent. Ja. En weet je, ik zat ook bij Jong Oranje. En mijn naam zong ook rond, zeg maar bij het eerste van Oranje ook eens. Mm-hmm. Weet je, toen was ik rond de 20, werd ik 21. En op een gegeven moment, ja, is het met mij, zat ik bij Feyenoord. Op een gegeven moment is het met mij ook, weet je, is het een beetje neerwaarts is het gegaan, weet je. Ja. En dan word je 22, 23, 24 en voor mijn gevoel heb ik dan die kans gemist. Ja. Het moest daar gebeuren. Ja, in die periode moest het gebeuren. Ja. En ik weet voor mezelf dat ik heb die kwaliteiten ervoor. Ik kon het ook gewoon halen, maar toch, om een of andere reden is het niet gebeurd. Oké, is goed. Dan moet je dat gewoon voor jezelf accepteren, hoe moeilijk het ook is. En weet je, dus heb ik voor mezelf de keuze gemaakt van, weet je, het moest toen al gebeuren, is niet zo, dus nu, denk ik, kies ik daarvoor. En weet je, en ook veel mensen kwamen naar me toe van, waarom wacht je niet?
je speelt nu goed, je bent belangrijk. Je bent nu een van de betere buitenspelers, weet je. Waarom wacht je nu? Die keuze heb ik al gemaakt. Dus, ja, nou, ik snap het. Zo ja. So be it, man. Zet hem even hier. Moet ik ze op beide zetten? Ja, alsjeblieft. Hij is leuk, hè? Ja. Ik speelde eerst ook op Adidas, man. Ja? Maar ik ben daarna naar dingen gegaan, man. Meer geld? Huh? Meer geld? Nee. Oh. Nee. Ja, ik vond ze wel lekker zitten. Ja. Het is helemaal nieuw, die sokjes. Dat was ja, toch? Ja, zijn fijne schoenen. Top. Ja, toch. Hey, ik moet even een Snapchat met je maken. Dat snap je wel, toch? Sowieso, man. Sowieso. Ladies and gentlemen. Een van de hardste buitenspelers ooit in de Eredivisie. Top, dankjewel. Tenminste, mijn mening. Super, dankjewel. Dus is goed, maar bedankt, man. Dankjewel, jij ook, man. Was gezellig. We houden contact, man. Was top. Is goed, man. Zeker, houden voorzichtig. Doe je best. Ouwe, succes waar je respect, heen gaat. Respect, man. Echt, ik zeg dankjewel, eerlijk, man. Ik ben altijd al fan van je geweest. Dankjewel, serieus, man. Dankjewel, vriend. Is cool, man. Rustig aan, doe je best. Succes. Ja, toch, sowieso, later, vriend. Hey. Hoi.